Peter. In de ether. Ja, Peter. Als het goed is, hoor je ons nu wel. Ja, hola, hola. Oh, hey, hola, hola. Ja, hola, hola. Want jij hebt je roer helemaal omgegooid. Ja, ik denk, ik ga de zon achterna, mannen. Ik denk, ik ga lekker de warmte opzoeken. Ja, groot dus daarom geluk. Ben ik naar Spanje vertrokken. Vertrokken? Vergoed of... Ja, ik kom enkel nog terug natuurlijk omdat ik nog wat verplichtingen naar Utopia heb, maar voor de rest kom ik niet meer terug, nee. Oké. Maar dat is met het oog op je eigen business in Spanje. Ja, ik heb het verteld toch al, of jullie hebben het gezien volgens mij. Ik ben natuurlijk hier een bedrijfje begonnen. Ja. En het was natuurlijk allemaal wat moeilijk in het begin. Dus wat heb ik gedaan? Ik had 20.000 oranje shirts gekocht. Okay. En... ik wist niet zeker of van de vaat meeging. Nee. Dus toen had ik er maar van laten maken op de achterkant van de kaart. En je had nog gelijk ook. Aan het slepen. Ja, Nederland heeft het natuurlijk onverwachts goed gedaan. Ja, fantastisch. Ik ben enorm trots op de heer. En dat verkoop je dan in Spanje of... Ik had die shirtjes en op een duur werd de vraag zo groot en toen heb ik er nog eens een keer 10.000 bij laten drukken. Ja. Yeah. Okay. Ik heb allemaal van de kaart shirtjes verkocht hier in Spanje, van allemaal oranje shirts. Ja. Met welk nummer staat op achterop? Dat wist ik niet zeker, maar ik had gegokt op nummer 10. Ja, dat zat ik net ook aan te denken. Ik ben zelf ook geen voetbalkenner hoor. Ik weet wie er in het Nederlands elftal spelen en ik weet er nog net wel buitenspel is. Dat is volgens mij als hij over de lijn gaat en daar houdt het echt mee op. Ik vind het trouwens wel Ik ben ook niet zo'n voetbalfan, maar ja, ik denk, laten we toch iets proberen. Want je moet toch inkomsten genereren, want ik heb tenslotte boetes die ik moet betalen. Ja, en hoe gaat het daar verder mee? Ook met je actie tegen CJIB? Want ik had laatst op Facebook iets gelezen dat zij een aanpassing hebben gedaan. Ja, en het is hartstikke leuk, want ik ben zelfs nog gebeld door door de Tweede Kamer. Oké, dat meen je niet. Een mevrouw, ik ben even haar naam kwijt, maar die heeft mij gebeld en helemaal uitgelegd dat ze daarmee bezig waren inderdaad. En ik las het dus ook in de Telegraaf vorige week, dat ze dus nu mensen de mogelijkheid geven... Ja. Om in gedeeltes te kunnen betalen. Dus enigszins heeft het volgens mij effect gehad. Nou, dat vind ik echt super knap. Dat vind ik echt een prestatie. Ja. Maar hoeveel likes heeft jouw Facebookpagina daar nu mee? Want toen zaten we 5.500 ongeveer. En nu? Ja, ik heb geen idee. Ik zat het eigenlijk niet meer. Want het is, ik ben druk aan het werk. Dus ik kijk bijna niet meer op Skype. Maar waar zit jij in Spanje? Even terugkomen over je verhaal in Spanje. Waar zit jij precies? Ik zit in Alicante. Alicante. Toch zitten daar heel veel Nederlanders, hè? Het Alicante is niet echt het toeristische gedeelte. Het toeristische gedeelte is echt de Costa Brava, zeg maar. Calella, Pineda, Malgrat. Dat zijn toch een beetje de plaatsen. En toch hier een beetje in de Costa Blanca is Benidorm natuurlijk heel erg in. Ja. Ik moest ook naar Benidorm toe voor het NI-nummer. Want een NI-nummer heb je natuurlijk nodig in Spanje. Dat is een soort registratienummer voor Kamer de koophandelnummer, ja. Maar wat ze zeggen, Benidorm Bastards, dat klopt echt hoor. Ja, er zijn er veel daar, hè? Het zijn allemaal... Ze hebben volgens mij elke avond Kukiedentparty hier. Ja, hebben ze ook zo'n shirtje bij jou gekocht? Ik heb in Benidorm een aantal shirtjes verkocht van elkaar. Ja. Ja, leuk. Goed bezig. Hey, even tussendoor. Stop het CBA zit nou op 671 likes. 671. Nou, dat is toch nog redelijk. Ja, zeker. Maak even wat reclame voor Active Radio FFM op Facebook. Want wij blijven elke keer maar hangen onder de 284 of zo. Dus dat wordt helemaal niks verder. Nou, weet je wat? Ik ga gewoon jullie op Facebook... voeg die jongens ook even toe natuurlijk. Ja, dat zou heel leuk zijn. Dan moet je natuurlijk bij vertellen dat jij hier elke 2 weken te horen bent. Oh, want is dat zo? Elke 2 weken? Elke 2 weken. Dat ik het ook even weet. Ja, dat had ik je gezegd. Peter in de eten. Peter in de eten, jouw uit. Dat is vandaag ingegaan, mannen? Ja. Dat is vandaag ingegaan en dan over 2 weken dan spreken we jou weer. Ja. Oh, gezellig zeg. Gezellig, hartstikke leuk. Dus hou je verhalen even bij op papier. Hou contact met ons en dan hebben wij jou elke 2 weken in de uitzending. En dan houden we daar een gezellig gesprekje aan over. Heel leuk. Nou, hartstikke goed. Helemaal top. Ik ga alles bijhouden. Ik moet nog wel even vertellen dat ik trouwens gisteren ben ik van een rots afgespoeld. Ja, dat zei je al. Je moest naar de dokter vanochtend. Ja, ik heb een gat in mijn hoofd. Ik ben net een kind, want daar hoor je niks van. Het is wel leuk als het water tegen die rotsen aanspast. Ja. En dan wil je daar natuurlijk staan en dan wil je dat meemaken. Maar dat water dat was zo sterk dat ik val van die rots af. Ja. En ik kon het net tegenhouden, maar wel met mijn hoofd op een rots. Oh. Ja, vlak bij mijn slaap. Dus het is net goed gegaan, het is allemaal gehecht, maar ik ben weer in orde.
Nou, dan dat is in ieder geval wel goed nieuws inderdaad. Doe het vooral rustig aan, want het is daar ook super warm natuurlijk. Jouw, het weer is daar volgens mij hetzelfde als hier nu, hè? Ja, het is hier echt, nou, het is hier elke dag 35 graden, want ja, ik zit in een caravan en ja. Ik huur een caravan. Ik heb een auto gekocht en die heeft van 2500 euro, ik ben naar Spanje gereden en ik zit gewoon lekker in een caravan, maar ik broei 's morgens echt de caravan uit, hoor. Maar wij komen over 2 weken die kant op, hè? Dan komen we ook even gezellig bij jou even een bakje koffie doen. In de caravan. Hou het weer daar vast, hè? Ik zeg, dat gaan we doen. Dat gaan we helemaal doen. Peter, hartstikke bedankt. En tot volgende over 2 weken. Wij spreken elkaar over 2 weken weer. Hey, succes. Doei. Hey, hi, Jesse.